De natuurlijke ecosystemen van het Bigipan-gebied worden verbeterd. Hiervoor is gisteren het project Blue Carbon Restoration in de Bigipang Muma gelanceerd in de University Guesthouse aan de Lijstweg. Dit project heeft als doel het beheer van mangroves in Suriname te verbeteren door een evidence-based aanpak toe te passen in het Bigipang Muma gebied. Deze aanpak zal toekomstige inspanningen voor behoud en herstel begeleiden, de governance van deze ecosystemen versterken en duurzame levensonderhoud bevorderen. Anaite Mills, klimaatveranderingsspecialist Inter-American Development Bank, stelt dat het project niet alleen de natuurlijke ecosystemen van Bigipang beoogt te verbeteren, maar ook een bijdrage zal leveren aan de internationale klimaatdoelen. Today we embark on a journey that will not only benefit the natural ecosystems of Bigipan in Nikeri and Suriname at large, but also enhance the well-being of local communities, contribute to global climate goals. As you can see here, Professor Naipaul is reminding us of those goals, and set a precedent for collaborative efforts in environmental conservation. I must say that this journey is not starting today. I have to confess, and some of you may remember that this project was approved last year, but it has been following a set of steps, administrative steps, in collaboration to the University of Anton de Gom, to bring it to the place that we are now. Projectcoördinator Siwnat Naipaul vindt dat er geen tijd is om te zeggen dat Suriname later kan beginnen met de bewustwording over klimaatverandering. Hij stelt dat er daarom gewerkt moet worden aan het behoud van ons milieu en het terugdringen van giftige gassen. De klok is ticking. De CO2 emissions are emitting at this moment while we are talking. Tons of CO2 in atmosphere is going on. 1.5, that is the threshold determined by during the Paris Agreement, and we have 6 more years left over to reach that part. And it is at this moment 1.3 degrees. Verwachte resultaten van dit project zijn het vergroten van de bewustwording en het verzekeren van de betrokkenheid van de lokale bevolking en de overheid bij de activiteiten van het herstelprogramma.